Ooit was het een van de oudste kerken in Maasendaal. Maar al een paar honderd jaar staat alleen de toren ervan nog op zijn plaats. Na een voorbereiding van 6 jaar is inmiddels het moment daar dat er een grondige renovatie op de agenda staat voor de oude toren in Puiflijk. Op dit moment wordt de toren dan ook in de stijgers gezet. Het geluid van tikkende buizen, hamergeklop en roepende mannen op de achtergrond overheerst deze week in Puiflijk. Deze geluiden zijn in alle hoeken van het dorp te horen. En de stichting is blij dat het nu zover is. Het is zover. We kunnen eindelijk, na 6 jaar voorbereiding, gaat het eindelijk gebeuren. Onze toren gaat gerestaureerd worden. En dan komt hij er weer piekfijn bij te staan. En wat vooral heel erg leuk is, het wordt niet alleen een monument, maar het wordt ook een levend monument. We willen het echt gaan gebruiken als centrum voor allerlei activiteiten in, maar ook om de toren heen. Ooit was de toren onderdeel van een kerk. Ja, het origineel, dat willen we straks ook duidelijker zichtbaar maken. Het was natuurlijk onderdeel van de kerk. En wat we nu zien, een stukje nog fundering, dat is toch opgemetseld op de oude fundering. Er zijn ooit opgravingen gedaan om te zien. En dan zie je dat er wel 3 of 4 verschillende kerken iedere keer uitgebreid zijn. En die zijn nog veel ouder dan 1400. Je moet echt teruggaan tot, ik denk wel, de 12e eeuw. Een tijdje geleden hebben we hier een deskundige gehad. Die is echt van overtuigd dat deze toren ouder is dan tot nu toe aangenomen. Het idee was eigenlijk dat hij rond 1420 ongeveer gebouwd zou zijn. Maar hij is ervan overtuigd dat hij minstens 100 jaar ouder moet zijn. De voorbereiding duurde mede zo lang omdat er een grote som geld bij elkaar gezocht moest worden. En daar is toch bijna 4 ton voor nodig. Hè? Dus het is een hele kostbare operatie. Maar ja, er is ook heel lang geen onderhoud gepleegd. Er zijn in het verleden dingen uit de toren weggehaald die weer terug moeten. Dus het kost natuurlijk ook wel wat. En zeker gezien alle prijsstijgen in de bouw van de laatste tijd, dat kwam er ook nog bovenop. Dus het was wat dat betreft een lastig klusje. Maar het is zover. De toren en de terp zullen in de toekomst ook voor andere doeleinden en activiteiten beschikbaar zijn. Wij als stichtingsbestuur, Stichting Oude Toren Puiflijk, stellen ze ons vooral ten doel van we zorgen dat het klaarkomt, dat het beschikbaar blijft. Zij zijn in eerste instantie facilitair, zullen we maar zeggen, voor mensen die het willen gebruiken. En het kan in principe iedereen zijn. Het kan een groep zijn, kan een individu zijn, iemand die een keer een tentoonstelling wil houden hier in de toren. Iedereen is in principe welkom.